Yo mensen, nieuwe keer. Huh? En natuurlijk ook. Waarom ben ik dood? Richard. Je was zelf, want hij is er niet meer zoals je ziet. En welkom. Oh, bij een nieuwe aflevering ja, uh, van ja, de Osmium Pack 2. Het is, is, is een beetje een raar intro, een raar, raar introotje. Maar uh, welkom dus bij aflevering 23 van Osmium Pack 2. Uh, Excuus dat de episode iets wat vertraagd is, uh, net als Richard zijn brein, uh, zoals je hier ziet. Uh, maar we zijn er weer. Oké, okay, maar hier is dus de pick of destiny die Richard zojuist uh, gesloopt heeft. En was voor nu... Was dat niet de bedoeling? Ja, dat weet ik niet. Dat nou. een grote fout, Quinn. Ja, moet kunnen, moet kunnen. Maar jongens, op de, uh, even kijken op aflevering 20, uh, want we gaan nu gewoon vanaf aflevering 20 tellen. Ik denk dat ik episode 20 dan dubbel heb geteld qua likes, maar wat maakt het ook uit. We gaan namelijk nu gewoon weer per episode gaan we, uh, de, de chance cubes en de chance globes passeren Oftewel, aflevering 20 had 35 likes. Oftewel, we gaan gewoon yes. per persoon uh, drie chance cubes en drie chance globes openmaken. Uh, te beginnen met de chance Clubes. Ik ga ze gewoon lekker neer smijten. Ik ook gaat door de chance globes. Niet dat dat kan, maar... Nee. We gaan even looten, looten, looten. Hopelijk zit er wat moois in. We gaan het zien. Ik heb een chalk. White chalk. Ik heb een construct frame pattern. En ik heb een. En ik oh, heb een boom arrow. Een ivory psy metal rot frame. Gezondheid. En ik heb een ding wat je in je ass kan stoppen, Richard. Succes ermee. Ja, niet meer gesloopt. En ik heb wat uranium, dat kan jij in je S stoppen. Uranium. Uh, bommen. En is ik heb niet wel over wat voor voor jou. Deze gebruik ik toch? Geen net, wat gebruik ik? Oh, ja. Ja, ja. ja. Nee, is dit? nou kan misschien wel. Geen idee. Maar jongens, uh, we gaan ook nog even de Chance Cubes openmaken. Uh, we dachten van vandaag, we gaan gewoon een keertje beginnen met de Chance Cubes in plaats van eindigen. Uh, wat is dit? Oh, oh. Nee. Ammena! Oh, dit is helemaal kut! Het is toch cute, Quinn? Ah, oh, shut the fuck up, een dit beetje, is niet cute! 2021 in je huis. Ah, ja, lekker! Ja hoor! Nou, dit schiet lekker op! Ik wilde... Nou, 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 nou... Jongens, dit is toch niet... Weet je wat we doen? Wacht, zou ik er nog geen plaatsen? Weet je wat we doen? Jij wilde het in je huis doen. Nee, dat wilde jij Oh, nog een pick of destiny. Yay! Ja, nou weet je wat ik doe? Ik ga mijn huis lekker slopen en ik zet hem wel op een ander punt neer. Want ik heb nog dat ding in mijn building gadget. Ik bouw hem wel even ergens anders. Weet je wat... jij de laatste twee kutjes cubes nog? Die heb ik al gesloopt uit Rage. Maar er zat niet oh. heel veel in. Nou jongens, welkom bij de episode. Ik ga eventjes de zon repareren en dan kom ik zo meteen terug. En dan gaan we kijken wat hier allemaal voor machines staan en wat oh, we vandaag dat is een gaan doen. Dubbel regenboog. Ja, uh, dubbel trigger, uh, dubbel kut. Uh. We zijn even aangekomen in onze hoofdbasis en we gaan nu aan damage control doen. Oftewel, we gaan eventjes snel de lexica Butenia erbij pakken, zoals Richard hem zou noemen. We klappen het boekje open en dan gaan we eens eventjes snel ter aanvaart kijken of we hier uh, wat dingetjes mee kunnen gaan maken die ons gaan helpen in Atlantis. Te beginnen uh, bij het begin. We gaan namelijk allereerst kijken bij de Generating Flora. Hebben we eigenlijk maar twee opties momenteel. Of de waterbloemen of de vuur slash slash hoe je het ook wil noemen bloemen. T geen idee wat dat voor omschrijving is, maar goed. We gaan gewoon even kijken hoe we daarna gaan komen. En daarvoor hebben we namelijk nodig wat mystical brown petals. Uh, twee om precies te zijn. Een rode en één grijze. Als het goed is heb ik die nog in mijn flower pouch zitten van een paar episodes geleden. Dus even kijken. Dan gaan we wat rode pakken. En wat rode gaan we pakken. We gaan wat grijze pakken. Was het lichtgrijs? Ik weet niet meer. Was het lichtgrijs? Ik heb, ik heb geen idee. Die zat met mijn geheugenlapen in de steek. Hallo? Lichtgrijs? Okay. Ja, <laughs> het is lichtgrijs. Oké, okay. even kijken. En vervolgens ook nog de bruine. Even kijken. Hier zo. Pak ik gewoon een paar. Hoppakee. Bruin. Rood. Bruin. Bruin, bruin. bruin. En, en lichtgrijs. Oh, zo. even slapen. Nou, doe dat jongen. En dan gaan we even wat seeds erbij pakken. Nou, daar gaan we hoor. Eén grijze, één rode, twee bruine. Saatje erin en kerem, daar is hij hoor. Het allereerste bloemetje van het seizoen. De allereerste Butania bloem. Richard, ben je trots? Bleh. Bleh. Zo, even dat bucketje erbij pakken. En dan gaan we eventjes hier uh, weer de hele rambam opnieuw vullen. 1, 2, en 3. Zo, oké. Okay, en dan gaan we eentje natuurlijk weer gebruiken. Hetzelfde recept. Uh, hop, hop, hop. En hop. En ready. Zo. En voor nu wil ik het denk ik even bij 2 gaan houden. En die gaan we eventjes hier neergooien. En dan gaan we die uh, voeden met wat kool. Dus hier gooien we wat kool neer. Hier gooien we wat kool neer. Succes ermee, jongens. Dan gaan ze lekker oppeuzelen. En dan gaan ze wat mana produceren. Ik denk dat iedereen inmiddels wel weet hoe uh, Butenia werkt. Omdat ik het al zo'n 3 miljard keer gedaan hebt, maar het is eventjes nodig voor nu om een kickstart te maken in de Atlantis dimensie. Ik ben alleen maar One of the Force kwijt, uh, bedenk ik me nu. Nou, ik heb hier inmiddels dus wat living wood vandaan, wat spulletjes erbij gepakt. Gaan we hier nog wel even wat stone in gooien, wat we natuurlijk om gaan zetten naar wat living rock. En dan komen we hier zo meteen eventjes op terug. Voor nu is het trouwens, uh, even tussendoor, uh, heel random. Die portaal maakt echt heel veel graffiti. Ik heb al geprobeerd hem te muten, maar dat wil nog niet helemaal lukken. Dus ik, uh, ik ben nog eventjes op zoek. Maar voor nu moet je die helaas doen met dat uh, vreemde geluid op de achtergrond. Maar goed, we gaan eventjes kijken. We gaan namelijk nu een Wand of the Forest uh, erbij pakken. Ik dacht al dat ik die een keer gemaakt had... Maar blijkbaar niet. Dus ik moet eventjes nog drie van die twikjes maken. Uh, zo, die zijn binnen. En dan maken we hiermee gewoon een One of the Forest. Die je gewoon kunt maken met drie van die twikjes. En twee random pedals. Geeft ons een One of the Forest. Ik krijg geen achievement. Dus ik heb dus inderdaad het idee dat ik hem al een keertje gemaakt heb. Maakt ook verder niet uit. Voor nu gaan we kijken naar de mana spreader. Die pakken we erbij. Uh, zo. En we maken ook nog eventjes een mana pooltje. Die we maken met Living Rock. Maar als het goed is, is het Living Rock inmiddels onderweg. Het mag gaan gebeuren, jongens. Uh, zo, living rock is uh, binnen. dan gaan we hiermee dus eventjes een, een mana poolje maken, uh, zo. en met dat mana poolje gaan we iets spannends doen. we gaan namelijk hier een mana pool neerzetten. dan gaan we hier een mana spreader neerzetten. Uh, zo, die linken we met onze One of the Forest aan dit ding. Zo, kijk, die erin en die erin. Dan richten we vervolgens dit apparaat op uh, de pool hier. Staat die al gericht, maar ik doe het toch nog eventjes voor de zekerheid. Uh, zo, hoppakee. Okay. En vervolgens uh, moet het, als het goed is, helemaal goed gaan komen. Dan gaan we hier nog even wat kool in smijten. Uh, zo, en ik denk dat hier dan wat mana in terecht gaat komen. Dat is tenminste het hele idee. Als dat niet gebeurt, dan, uh, dan stop ik er weer mee. Maar het gebeurt gelukkig wel. Oké. Okay. Vervolgens uh, gooien we er zometeen eventjes iets in. Ik ga nu eventjes een stukje met gras erbij pakken. Heb ik shears toevallig bij me? Even kijken. Shear, 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 shear. Uh, Nee. Dan zijn de shears erbij gepakt. Dan halen we hier een stukje met gras vandaan. Vervolgens vliegen we de rug in. Uh, dikke 360's. Zo. En dan gaan we eens even kijken wat we hiermee kunnen. Kijk, we pakken er dus een stukje gras erbij. Smijt het erin. En dat geeft ons pasture seeds. Richard, wil je een pasture seed hier, alsjeblieft? Thanks, thanks, thanks. Thanks, thanks, thanks. Maar mag ik hem terug? <laughs> yeah. Thanks. <laughs> Oké. Okay. <binnen te> <laughs> oh ja, verrassend. Uh, zo, maar dan gaan we nu even kijken wat we ermee gaan doen. We gaan namelijk hier zo in het midden knallen. En vervolgens gaan we dit combineren met wat van dat Living Rockwood geval ding. Living Wood is het. Even kijken, hij pakt er niet. Even een momentje. Uh, hier, dit ding moeten we hebben. Namelijk de Horn of the Wild. Uh, ja, zoals de meeste mensen waarschijnlijk wel zullen weten, kan de Horn of the Wild gebruikt worden om gras heel erg snel weg te halen. Kijk, ik zat even hier laten zien. Kijk, we pakken onze horn bij, Recht en op en we knallen alles of overhoop gewoon. Uh, uh, hopelijk werkt het ook tegen Richard. We gaan even kijken. Richard, waar ben je? Oh, Daar man. ben je. Uh, even kijken. Richard, kom, kom eens even hier. Je hebt namelijk ook een stuk omkruid. Dus uh, hier, we gaan kijken. Ah, fuck. Wat heb ik nou gebroken? Ik heb oh, iets gebroken. een uh, tingeling in mijn balls. Hè? 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 Zo. Ik weet niet. Wat de fuck is dit geluid? <laughs> ja, dit, dit, ik weet het allemaal niet, man. Oké, okay, maar. Ja, kwaliteit geluid. Uh, we, we gaan met onze hoorn gezellig naar Atlantis, Richard. Ga je mee? Nee. Mooi. Oprotten. En dan zijn we weer terug aangekomen in Atlantis. En ja, wat nu dus een beetje is, is het volgende. We gaan namelijk ons oude huisje weghalen. Het heeft echt geen enkel nut meer om hier nog verder te gaan wonen, bouwen, hoe je het ook wilt noemen. Want echt dat hele huisje is helemaal fokt op door de regenboog van Richard en door de spinnenwebben van Richard. Dus wat we gaan doen, is even een plekje hier verder opzoeken, een beetje een vlak stukje. Dan moeten we even kijken of we dat hier ergens kunnen gaan doen. En dan hebben we hier bijvoorbeeld een uh, mooi stukje land. Maar je ziet dus overal van het zeewier. We zagen in de overworld al dat het werkt op onkruid. En dit wordt gelukkig ook gewoon gezien als onkruid. Dus we kunnen het allemaal gewoon zo in de garbage gooien. Moet wel even uitkijken voor mijn FPS. Want er knallen echt gewoon 3000 items nu in één keer de lucht in. M maar goed, dat, dat, dat fixen we later wel. Even kijken. We gaan gewoon hier eventjes een beetje ruimte maken wat betreft planten. Dan maak ik uiteindelijk het oppervlak wel wat rechter en zo. Ik wil sowieso echt flink gaan bouwen de komende episodes hier onder water. Welke projecten dat precies gaan worden, dat gaat allemaal nog in deze aflevering, deels en ook echt vooral in de volgende 1 à 2 afleveringen. Maar voor nu pak ik dus gewoon weer de copy-paste gadget erbij. En even kijken, dan moet ik eventjes hier nog wat ruimte vrijmaken. Zullen we het daar neer gaan zetten? Ik vind dat op zich wel prima. Moet ik eventjes dit snel uit gaan graven? Nou, daar gaan we. 1, 2, uh, bam, dan gaan we het gewoon hier neerzetten. Vervolgens maken we eventjes een ingang vanaf de onderkant. Uh, zo, en ik bedenk me volgens mij nu Dat ik iets vergeten ben, maar dat, dat fixen we dan Zometeen wel, even kijken, kijk dan kunnen we gewoon Hier weer een gaatje maken, zit hier Als het goed is gewoon, ja, water in Hadden we al gezien in de vorige overlevering, kunnen we weghalen Met onze spons, en ja, daar had ik het dus over Die spons ben ik vergeten, dus die ga ik even snel pakken en dan zijn we dus weer aangekomen in de overworld en hier is de Mega Sponge. Maar voor we terug gaan keren naar Atlantis, gaan we allereerst eventjes een aantal machines in elkaar zetten. Of eigenlijk, ja beter gezegd, uh, machines plus een aantal onderdeeltjes. Te beginnen bij het begin. We gaan namelijk allereerst kijken welke machine we als allereerste gaan maken. Dat gaat namelijk de Enrichment Chamber worden en ook de Purification Chamber. Te beginnen dus bij de Enrichment Chamber. Die maken wij met wat redstone, met wat iron ingots, met een steel casing die we maken met glas. Osmium, ja ja, daar is hij hoor. Osmium aanrader. Ben, ben je hype, Richard? Er, er wordt vandaag veel aangeraden. Nee, aanrader, Ingridje. Uh, ik ga alleen ben wel even één dingetje doen. Oh, ja, we zijn zeg maar vandaag al twee keer gecrashed. Dus dat, dat gaat goed. Dat gaat flexibel. Crash crash. Crash crash. Maar we gaan even naar Richard's huis toe om wat osmium te nakken. Uh, dat gaat uh. ons wel gelijk wat. Uh, wacht, zei ik dat hardop? Uh, dat moest ik in mezelf eigenlijk zeggen. Maar dat maakt niet uit. We zijn weer terug in de lek basis van Omo Richard. En dan gaan we hier dus eventjes wat osmium vandaan jatten. Uh, hoeveel osmium heb je, Richard? Weet jij dat toch al I don't know. Genoeg, I guess, hoop ik. Hmm, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon de shortcut nemen. We gaan gewoon hier wat items maken. Dat, dat is gewoon makkelijker. Kijk, eh, hoppakee, steelcasing. Ik dacht, is veel makkelijker, jongens. Snelheid staat voorop. Ik, ik geef je wel een stack met iron, Richard. Daarvoor terug. Aardig van mij, hè? Uh, misschien dat ik het iron in eerste instantie ook al van je gejat had. Waarschijnlijk <laughs> ja, ook. Zo, so, mm -hmm. en dan gaan we even uit kijken. Uit mijn chest gehaald en dan in mijn chest gestopt. <laughs> ja, en, precies. Wel, ja, nou prom, nou Oké, dan gaan we hier eventjes er twee van maken. Die maken we namelijk met Infused Alloy. En Infused Alloy is gewoon simpelweg te maken in de Metallurgic Infuser. Die we overigens wel al hebben gemaakt. Volgens mij echt in episode 5 of 6 of zo destijds. Om um, die dingen te gaan maken. Volgens mij waarmee we stroom opwekken. Maar maakt ook niet uit. We gaan hiermee dus vervolgens een Purification Chamber maken. Die is binnen. En die pikken we eventjes mee terug naar house toe. En zo, en gaan we eens eventjes kijken. We gaan namelijk hier onze basis een klein beetje omgooien. Dat doen we eigenlijk al 20 episodes lang, maar ook vandaag gaan we weer een klein beetje lopen sleutelen eraan. Uiteindelijk is namelijk het idee dat deze hele vorm helemaal weggaat en dat we hier echt onze technische kamer gaan maken. Want momenteel zijn eigenlijk al die machines die we hebben, staan hier beneden op elkaar gepropt in deze kamer. Kijk, waaronder is dus ook de Metallurgic Infuser, waar ik het zojuist al over had. En hier gaan we dus ook onze purification chamber aan toevoegen. Even kijken, waar kan ik dat garbage in kwijt? Ik gewoon even hier de gat. Zo, hoppakee. Kwaliteit content, jongens. Oké, okay, maar dan hebben we dus de Purification Chamber. Die kan weg. De Enrichment Chamber, denk ik ook. Maar die laat ik voor de zekerheid nog eventjes staan. Dan gaan we kijken naar de Osmium Compressor. Ook die gaan we maken. En met deze Osmium Compressor en met deze Purification Chamber kunnen we gaan werken aan de teleporters. De teleporters bestaan uit twee onderdelen. Namelijk een teleporter zelf en de frames. De frames moet ik er het meest van hebben. En van de teleporter eigenlijk maar eentje per portaal. In dit geval twee. Even kijken, het recipe moet ik dus gewoon keer twee doen, want je krijgt het niet meerdere per recipe. Hier krijg ik er 9 van. En het recipe moet ik, denk ik, in totaal zo. Nou, laten we zeggen, 3, 4 keer gaan doen. Oftewel, we moeten ook wat refined obsidian hebben. Dat refined obsidian maken wij weer in de osmium compressor. Die we dus zo meteen nog eventjes in elkaar moeten gaan zetten. En dan moeten we die gaan gebruiken met, jawel, met wat liquid aanraden. We zijn osmium. eventjes verder. En ik heb even bekeken wat ik nou precies nodig heb. En wat blijkt nou? Ik heb die purification chamber helemaal niet nodig. Ik kan het echt veel sneller doen. Uh, kijk, dus dit ding kan in de garbage. De uh, purification chamber is pure uh, useless, zo in de garbage mee. En dan gaan we eventjes kijken naar de machines die we wel nodig hebben. Zoals we net al zagen, dat gaat zijn de osmium compressor. Richard heeft me juist een enrichment chamber gegeven die we gelijk maar eventjes neer gaan gooien. En nogmaals, ik ga de setup uiteindelijk beter maken. Uiteindelijk wil ik al die machines boven neer gaan zetten. want dit is echt totale garbage aan het worden. Heb je nog een crusher? Uh, de crusher, ja, die heb ik nog in mijn inventory. Uh, kijk hier zo. Maar ik heb ook nog de osmium compressor die we dus wel nodig gaan hebben. Maar te beginnen bij het begin. We gaan namelijk allereerst de Ritme Chamber voorzien van wat obsidian. Vervolgens gaat dat obsidian helemaal naar de Mallemoer gecrushed worden. Of wat er ook mee gaat gebeuren, ik heb een flauw idee. En per obsidian gaan we dus vier van dat dust krijgen. En dat dust gaan we vervolgens weer meenemen. Kijk, zo dat nemen we mee naar de Metallurgic Infuser. Dan smijten we dat hierin. Heb ik alleen nog even wat diamond nodig? Volgens mij moet ik er alleen wel diamond dust in gooien. Dus ook dat gaan we eventjes uh, verkrijgen. Uh, zo. Er is mijn chambertje. Ik heb ook weer inventory problemen, zoals jullie zien. Dus even weer wat inventory vrijmaken. <laughs> Richard. Word je al een ja. beetje claustrofobisch van dit hoekje hier? Ja, dat is echt een garbage. Je hebt zo'n tering groot huis gemaakt. En wat doet hij? Hij is fucking stopt alles <laughs> in een 5-5-5. <laughs> geen haat, Richard, geen haat. <laughs> dat is wat we retarded noemen. <laughs> kan je de crush neerzetten trouwens? Ik heb hem twee seconden nodig. Ja, hoor, even kijken. En dan komt hij hier. Veel plezier ermee. Zeker. Zeker. Oké, okay, maar dan hebben we dus dat uh, refined obsidian. Dat refined obsidian gaan we vervolgens combineren in de osmium compressor. Met wat osmium aanrader en met wat de, van het dust dus. Even kijken. Uh, zo, dat smijten we erin. En wat osmium. Dat gaan we gewoon hieronder plaatsen. Kijk, dan wordt het hier wat fluid, wat liquid op osmium. Wordt vervolgens in de refined obsidian dust geperst. En binnen enkele seconden na wat herrie geeft dat ons Refined Obsidian. En hier heb ik er in totaal dus 8 van nodig per 9. Als het goed is zijn inmiddels alle ingots hier gewoon helemaal klaar voor gebruik. Inderdaad, 16 Refined Obsidian ingots. Dan gaan we alleen nog eventjes twee van die andere ingots maken. Die we in deze machine ook weer maken op dezelfde manier. Ook weer met Osmium. Vervolgens twee Glowstone dust hier. En dat geeft ons van die Glowstone ingots. Die binnen enkele seconden binnen zijn. Kijk deze dingen. De Refined Glowstone ingots. En dat is eigenlijk gewoon het laatste onderdeel dat we nodig gaan hebben voor het maken van de teleporter frames. Dat is eigenlijk alleen maar stap 1, er komt zometeen stap 2, want dat wordt iets meer strukkel. maar dat gaan we zometeen wel eventjes bekijken. Uh, voor nu gaan we eventjes hier naar de crafting table toe en dan maken we hiermee dus in totaal 18 van deze teleport frames. Vervolgens gaan we hier naar boven toe. Want nu komt, kum, nice, lekker man. Dat is uh, een ander kanaal, gewin. maar <laughs> even kijken. Uh, dan gaan we hier eventjes, uh, kijk, want, kijken, want hier komt, ja met een O jongens, met een O. Uh, kijk, hier gaan we even hier wat ruimte vrijmaken. Uh, zo, dit kunnen we trouwens gewoon veeminen, wat is er weer moeilijk te doen. En dan gaan we hier eventjes deze kamer gewoon uitzetten. Want kijk, momenteel is dit natuurlijk gewoon onze spanner die van die weird slimes gaat verzamelen. Maar dit is dus een van die projecten die ik uiteindelijk in Atlantis neer wil gaan zetten. Ik wil namelijk ik gewoon deze kant van mijn basis gaan gebruiken als ingang naar eigenlijk mijn algehele portalenkamer in Atlantis. Dus wat we gaan doen is gewoon simpelweg deze machine even weghalen, of tenminste, ik ga hem eerst even uitzetten als dat mogelijk is. Even kijken, zo, Dan staat hij even uit en dat gaan we ook met deze doen, dat er in ieder geval geen monsters meer spannen. Vervolgens gaan we hier simpelweg de muur een beetje dichtmaken en gaan we natuurlijk gewoon de middelste blokjes opvullen met de portal frames. En zo, want hier gaat namelijk de portaal komen. Uh, zo, en dat gaan we als volgt doen. We kunnen namelijk gewoon simpelweg hier gaan beginnen met bouwen. Hier gaan we zo meteen de teleport ding zelf maken, de teleporter zelf maken. Vervolgens bouwen we een klein beetje omhoog, dat we hier gewoon een ingang hebben van twee hoog, waar we precies in passen. Uiteindelijk wil ik het misschien toch wat mooier gaan maken en zo, maar dat is iets voor later. Als het nu maar gewoon gaat werken. Hoppakee. En dan gaan we hier dus nog eventjes werken aan de normale teleporter. De andere frames gaan we natuurlijk in Atlantis neerzetten. Maar voor ik dat ga doen wil ik sowieso mijn hele setup eigenlijk al gewoon klaar hebben. Dus wat we even gaan doen is het volgende. We gaan namelijk kijken naar het recipe van de teleporter. Even kijken. Zo, uh, de frames kunnen weg. Dan gaan we kijken bij de teleporter. En die maken wij ja zoals ik al een klein beetje die doorschemeren. Toch wel met een wat moeilijke recipe. Namelijk vier steelcasings. 4 Basic Control Circuits, op zich allemaal niet heel erg moeilijk. En ook een Teleportation Core, die we maken met 2 Gold Ingots, 4 Lapis, 1 Diamond en ook 2 van deze Atomic Alloys. Die we, jawel, weer maken in de Metallurgic Infuser, onze grote vriend die hier naast ons staat. Nou, hier komt-ie hoor. Het laatste van het laatste van het laatste voor de portaal. We gaan het zien, even kijken. We gaan namelijk beginnen met hier wat redstone insmijten. Een stuk of 4 ga ik mee beginnen. Dan gaan we hier eventjes vier Iron Ingots indumpen. En dat geeft ons dus vier van deze dingen. Die gaan we er opnieuw uithalen en vervolgens weer combineren met wat diamonds als het goed is. Kijk, hoppakee. En dan gaat dit weer lekker zijn werk doen. Zo, dat geeft ons vier van deze dingen. Dan gaan we die eruit trekken. En dan gaan we die niet gelijk weer terugplaatsen. Nee, we gaan namelijk al eerst nog een ander tussenstapje nemen. Ik heb hier nog wat obsidian dus gekrusht. Dan gaan we dat erin smijten tot aan refined obsidian. En dat refined obsidian gaan we vervolgens gebruiken om de laatste stappen te gaan complementeren. Namelijk het maken van de atomic alloys. Dus even kijken. Dan moet ik er denk ik een stuk of... Ik ga er gewoon een stuk van maken En Ritsens obsidian inzetten. Dat is toch ook goed? Wat heb je? Een enriched obsidian. Dat is toch hetzelfde als Refined? Uh, zou kunnen, maar ik heb hier wel genoeg aan, dus het maakt op zich nee. niet uit. Zo, dus ook dit klaar. Dan zou je dit er in principe ook gewoon in één keer terug in kunnen gooien. Maar je kan het nog even wat beter maken door het allereerst in de enrichment chamber te gooien. Wat is dat ding hier zo? De rechter. Ja, hier zo. Dan gooien we dat er even in. En dan krijgen we van, uh, van die verbeterde versie daarvan. Had, had jij al dat? Erin. Ja, ik had het al hier. Nou, smijt hem af van zin. Dan gebruiken we dat gewoon later wel. Dan zien we wel wat eruit komt. Kijk, deze dingen komen er dan uit. Dan kunnen we die hier plaatsen. En dan komt hier de laatste stap. Namelijk het omzetten van de Reinforced Alloy. Kijk maar, ik zal het laten zien. Kijk, hier worden gewoon die dingen gemaakt. Dat ga ik nu niet gebruiken. Dus je smijt eventjes, uh, gewoon even vanaf in. Richard, je staat zoals gewoon. Ik ben in de weg. Zo, mm -hmm. hoppakee. In de garbage. Maar. Dit uh, hele project is weer gesupported bij uh, Richard. Nee, 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 nee. nee Je moet je niet We're te goed gaan, gaan voelen weg. Richard. De, 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 deze serie draait om mijn zwoele stem, Richard. Ooit zal mijn, mijn, mijn stem herkend worden en zal ik de nieuwe serie worden. Dan is het niet, hey Siri, maar hey kalen, Quinn. Man. Dan kan ik alles voor je fixen. Want ja, zoals ik in de vorige episode al zei, ik fix al je problemen. Nou wil ja, ik niet die zeggen dat Siri al je problemen, problemen. fixt. Maar goed. Ma maakt niet uit. We, we, we dalen weer af. Oké, okay, maar ik heb hier inmiddels dus wat van het Atomic Alloy. Ik heb nog een klein beetje meer nodig, zie ik. Maakt op zich niet uit. Zo, smijten we het er nog eventjes in. En komen hier ook de laatste twee binnen. Maar dan kunnen we alvast één zo'n frame gaan maken. Of één zo'n normale teleportding gaan maken. Uh, zo, die maken we nog met wat lappers en met wat gold. Ga ik dat nog even erbij pakken? En dan zijn we helemaal ready. Steady, koek. Pakken we ook de laatste twee atomic alloys eruit? En dan gaan we nu eens even kijken of we de twee teleporters in elkaar kunnen gaan flansen. We maken namelijk twee van deze teleportation cores. Dat is één. En dan komt hier nummer twee, tenminste. Dat was het idee. Ik uh, heb iets te weinig lappers meegenomen. Dat is een beetje jammer. We maken gewoon vast één portaalframe. Dan kunnen we. Goeie gemaakt. gemaakt. Nee, 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 nee. Oké, okay, maar Hij is hier. De, de teleport frame. Oké, okay, maar zoals ik al zei, die knallen we dus gewoon simpelweg aan de onderkant van onze hele setup neer. Had oh, jij trouwens al gezien waar die stond? Volgens mij niet. Kijk, hier komt nee. iets staan. Uh, hier zo. Um, dan moeten we kijken of we vanaf onder hier ergens een. een, een aan het een, een, spinnen dan niet door de portal heen? Nee, maar dat ding gaat weg hier. De spinnenspanner gaat weg hier. Aan um, van Kijken. Pakken we deze mee. Dan gaan we dit eventjes doortrekken. Lekker trekken. Zo deze kant op. Wacht, dit is. Ga het gaat er helemaal nergens heen. Zo, zo, zo. Zo, zo. Het, het, het wordt er allemaal niet mooier op. Maar goed, dat, dat, dat is allemaal terzijde. Zo, voor nu uh, plakken we dus hier zo gewoon de teleporter. Trekken we de bekabeling door. En dan komt nee. hier de finishing touch. Kijk maar, hij connect. En dan gaat hier nu gewoon simpelweg energie in komen. Vervolgens kun je deze teleporter gaan configureren. Door middel van een rechter muisknop. Je kan hem op private zetten. Je kan hem op public zetten. Ik laat hem natuurlijk gewoon op public staan. Dat iedereen erbij kan. En dan doen we hem gewoon... Ome Quinn... Ome Quinn, doen we gewoon, maakt niet uit. Accepteren. En vervolgens kunnen we hem, ook hem ook gewoon simpelweg gaan. hier gaan zetten. Alleen we hebben natuurlijk ook nog wel een soort van andere kant nodig. waar we naartoe kunnen gaan teleporteren. Dus dat gaan we eventjes fixen. Dat gaan we natuurlijk doen in Atlantis. Alleen voor ik dat ga doen, wil ik wel allereerst nog eventjes wat spulletjes erbij pakken. Waaronder dus wat lappers wat we al zagen. Zo, lappers. We pakken nog vier lappers erbij. En dan maken we ook de tweede teleporter. Zo, die is binnen, en die is binnen. Kunnen we deze eruit knallen. En dan gaan we gewoon al deze items meenemen naar Atlantis. Denk er wel om. Je portaal werkt alleen als hij gejunkload is. Dus stel dat hier geen junkloader zou staan. Dan zouden we gewoon niet kunnen teleporteren terug naar onze basis toe. Wat niet echt heel handig is. Maar goed, we hebben als het goed is nu gewoon alles. Dan gaan we opnieuw opstijgen. Hup, hup, barbatruc met onze bezem. Even kijken, wat is dat grafding? Uh, waar is mijn bezem dan gebleven? Ben ik nou... Ik ben blind. Ik begin oud te worden, jongens. Uh, dat is een ding wat zeker is. Zo, hup, hup, barbatruc. En dan op naar Atlantis. En dan zijn we aangekomen in Atlantis. En we waren natuurlijk hier gebleven bij de binnenkant, die nog helemaal vol water zat. Dus wat we allereerst eventjes gaan doen, is dit: onze het mekka-sponge aan. En eventjes de hele zooi hier weer droog leggen. Mm. Zo, dat is in de garbage allemaal. Gaan we het hier dichtmaken. En dan ga ik het voor nu, ga ik die portaal eventjes echt heel lelijk neerzetten. Maar ik moet even kijken hoe ik het precies wil gaan doen. Wat ik al aangaf, ik heb echt heel veel ideeën in mijn hoofd zitten hoe we dit uh, kunnen gaan doen. Uh, ik heb alleen niet altijd het, uh, het vermogen om het ook in de praktijk te brengen. Maar op zich valt het dit seizoen wel mee. Op zich hebben we toch een aardige basisrechart. Op zich, op zich. Op zich. Zo, op hop, hop, hop. Vervolgens aan de onderkant plakken we een Tesseract en die sluiten we gewoon aan op ons energienetwerk. Uh, zo, tesseractje, hoppakee, omekwin, zet, energie, zet, uh, gaan we gewoon even allemaal zetten, geen idee waarom. Zo, dan komt hier als het goed is nu gewoon simpelweg wat energie in. Zetten wij alvast hier zo de basic chunkloader neer, ik zou het op zich ook wel zo kunnen doen, een single chunkloader. Hoppakee, plakken we die erboven, wat ik al aangaf, zolang dit ding namelijk niet gechunkload is, gaat die gewoon niet werken. Dan kunnen wij hem alvast hier zo goed zetten. Zet, hoppakee. Oh, hij is, de, is de open voor mij. Nice. Probeer ze doorheen te komen. Ik Oh. Oh. Hallo. Yo, what up? Up, it up? En terug, werkt het ook? Nee. We, we zitten hier opgesloten. <laughs> we hebben nog geen power. Dus nu moeten we hopen dat uh, zo meteen dat hij opgevuld is, dat we terug kunnen komen. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook, anders zitten we hier vast in die shorts. Wel gezellig. We gaan even kijken of het met een kabeltje misschien wel werkt. Want het zou kunnen zijn dat hij namelijk niet direct connect. Dat heb ik ook oh, al een ja, keertje die gehad die met het andere apparaat. In. Even kijken. Dan zet hem eventjes op set. Dan komt ja, die... hij doet het nu ja, wel. Ja, oké. Okay. Nee, dan is het weer hetzelfde probleem. Uh, zo, nou in ieder geval. Dan uh, moet hij het als het goed is gewoon nu gaan doen. De volgende aflevering gaan we verder kijken naar onze energiemogelijkheden. Gaan we ook onze huidige energie setup uh, upgraden. Want het is momenteel echt helemaal pure garbage. Uh, voor nu gaan we er doorheen. En dan gaat het hopelijk werken. Goed daar zijn we dan. Het was, het was niet eens een heel veel power. Maar het viel Moois. te veel mij. Oké, okay, maar jongens, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heb je er nou van genoten? Doe dan zeker dat blauwe duimpje omhoog. En dan zien we jullie graag volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Hikken met Richard. Huh? Doei doei! Dag!